Hallo! Wij krijgen heel veel jullie heel erg bedanken voor alles. Oh, ja, en krijgen jullie mooie bloemen van ons. Nou, en wat we eerst gaan doen is, we gaan eerst backstage. Hey. Hij zegt, als je een handtekening wilt, kost dat 500 euro. Handtekening omdat er twee oogjes zijn. Want de productie van onder andere is altijd twee oogjes. Nee, maar net niet. Het heeft wimpers. Je hebt de film nog niet gezien. Ik ook niet. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe hoog is het stressniveau? Nou, als dit nul is, dan zit hij echt wel helemaal tot hier. Dan zit hij helemaal hier. Nou, daar zit het eigenlijk, ja. Laat school maakt Piet. Zeg je? Laat school maakt Piet. Oh. Ja. Je dacht een rotzooi maken. Ik hoe is het? Heb jij meer hoor? Heb jij meer hoor? Alles goed? Alles goed? Hè? Ja, had je al te stress. Hey, zijn zo hoor, hoe is het? Ja, gezellig hoor. Ik zag jou, en toch? Ja, en we hadden al hè? Ja, jullie hebben een rij gereserveerd, dat is voor jullie. Gereserveerde rij is voor jullie. En voor ons. Ben je fan? Meen je niet, echt waar? Wauw, wat tof hoor. Ik kijk je video. Wat tof. Hey, wat ben je mooi zeg. Nou, als er iemand mooi is, dan ben je wel. Hey, wat heb je een leuke tas. Met oogjes. Ja, nou. Dat dacht ik niet aan. Dat waren gewoon de oogjes. Maar oogjes hadden. Ja, dat is waar. Dat is, heb je heel goed. Eigenlijk past het er dus heel goed bij. Kijk eens jongens, hoe vinden jullie het nou? Alex. Een tas, onder andere tas. Wow, super cool. Ja, kan maar niet zijn. Ik zie het steeds in de rij. Deze kijk. Oh, wow. Stormtrooper. Oh ja. Die hele, de dinosaurus. Ja. Ah, hier wordt achtervolgd. Kijk uit. Zijn jullie benieuwd om je eigen hoofd mega groot op het scherm te zien? Ja. Ik ga naar mijn eigen film kijken. Wel, hoe groot zou dit zijn? Heel groot. En het scherm? Dan. Geen bruiloft, Heli? Nee, weet ik. Het echte Sinterklaasgevoel komt dit jaar naar de bioscoop in de nieuwe Feel Good Sinterklaas film. Met de populaire YouTube-idolen Party Piet Pablo. En Love Piet. Ja, ik heb hier de laatste pakjes bij me. Meneer Van Driel is niet lief.
en krijgt nooit cadeautjes. Als de kinderen wakker worden, steelt hij als Pablo met een smoesje de cadeautjes. Ik heb het echt niet gedaan hoor. Ook de RTL Telekidsterren meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin geven hun cadeautje af. Zie dat nou goed? Het is hem echt. Dit kan wel eens het eerste jaar zijn dat het Sinterklaasfeest niet doorgaat. Party Piet Pablo, de film en de gestolen cadeaus. Nu in de bioscoop. Party Piet Pablo, heb jij daar een beetje zin in? Als Piet normaal altijd coole rap-songs, liedjes zingen. En nu mocht je van Sinterklaas in een film spelen. Hoe was dat dan? Ja, het was fantastisch. Het is echt heel erg leuk. En ik heb er ook ontzettend veel zin in. En het is een grote eer om hier te zijn. Ik kan zo meteen even iedereen welkom heten. Maar ik ben er heel erg blij mee. Dus ja, echt super. Super, super, super. Love Piet, hoe was het voor jou om in zo'n film te spelen? Ja, een beetje onwerkelijk, hè? Ja, het is een droom van iedereen. En jij... Ja, nou ja, kijk, we doen al een beetje acteren en zingen. Dat doen we natuurlijk altijd in de serie. En we zijn altijd op de tablets te zien en op de iPhone'tjes. Maar nu vandaag voor het eerst op zo'n groot doek. En dan ook nog met je geliefde. Ja, ook nog met mijn geliefde. Heel goed, heel goed. Ik wil alle relaties van welkom heten die hier allemaal zijn. De pretparken, de YouTubers, de andere YouTubers. Mensen die veel voor ons betekenen. En ik wil ook heel graag de mensen die afgelopen jaren, hoe dan ook, altijd ons hebben geholpen om hier te komen waar we nu staan. Want dankzij jullie, de mensen weten zelf wie het zijn, dankzij jullie inzet alle jaren, zijn we nu hier en kunnen we met z'n allen samen naar een heel mooie product kijken. Dus applaus voor die mensen graag. Een plekje uit in de zaal. Zoek. Ja, stress, niet zoveel stress. Kom op. Voor nu wil ik toch nog even zeggen. Kijk, dat doet hij subtiel. Dat doet hij subtiel. Heel goed, heel goed. En ga ik maar mee. Klaar voor, hè? Jullie, ja, de film klaar voor? Laten zien. Geniet ervan. Hoi. Hey. Hallo. Hallo. Dus kom naar voren. Stresspies neemt weer de goede route. Ja, fantastisch. Eerst, wat gaat er hieronder naar het zien van de film? Het is voor jou ook deze keer natuurlijk. Ja, we gaan dit jaar weer het theater in met dit jaar 60 shows in 2,5 weken. We komen naar alle steden in Nederland en België, de grote theaters. En ik hoop heel veel kinderen daar natuurlijk te zien. En zometeen na de hele mooie bloemetjes gaan we zo even een borrel drinken. Beneden het restaurant, iedereen krijgt er wat consumpties voor en lekkere hapjes. En ik hoop iedereen daar natuurlijk te spreken, want ik wil graag met jullie even evalueren. Nou, laten we dat allemaal gewoon doen. Gaan we borrelen bij Spijs. En dan wil ik graag dat de bloemen overhandigd worden. Kijk. Dan wil ik voor nu jullie uitnodigen bij Spijs. Het is hier de trap naar beneden in de horeca. Dan gaan we lekker een borreltje drinken met z'n allen. En dan kunnen we goed, napraten over deze fantastische film. Dank jullie wel. Mooie bos hoor. Hij ruikt ook zo lekker. Wij krijgen heel erg bedanken voor alles. En we krijgen jullie mooie bloemen van ons. Ja? Super goed gedaan. Ik kan hem wat mooi in een vaasje doen, man. Ja, ik heb in een vaasje, ja. Wauw, vond je het leuk? Maak een keer van Driel in jouw vlees. Van Driel is niet zo leuk, hè? Maar ja, dat kan wel helemaal gebeuren. Ja, het is allemaal goed te komen, toch? Moest mama, het zien. Moest mama even huilen? Of is het zeker niet gefilmd, of wel? Heeft ze niet gefilmd, hè? Mama moest huilen. Ik zag al truitjes. Ja? Ja. Iemand heeft een kettel gefilmd. Kijk eens aan, mooi hoor. Top. We gaan nog vaker kijken, hoor. Oké, naar de afterparty. Ja. Ga maar zitten. Kom lekker op de bank. Wat willen jullie drinken? Wil je champagne? Nee? Ik wil champagne. Of wil je bier? Ik wil bier. Laat het liggen, blijf er vanaf. Duidelijk? Nou, kijk eens, er ook twee YouTubers volgens mij. Kijk eens aan, ja, broer en zuster. Twee sterren. Twee sterren. Broer en zuster, wat gaan we doen? Selfie? Gaan we wat open? Oh, jee. Gaan we selfie maken? Oh, ga ik aan deze kant. Goedie, lachen! Goed, we hebben hem. Yeah. Dat is goed, hè? Hij staat erop, hoor. Check, check. Joehoe, goed, hoor. Leuk, kijk eens. Waar haal de foto dan? Hier zo, komt ze maar. Is dit goed? Ja.
Toch, gezellig. Deze stoere hulp. Nee, ik ben niet zo groot als dat. Helemaal loopt niet. Maar wat gaan we nou doen dan? Ik ga toch een TikTok maken? Moet ik gewoon bewegen? Ja, je mag gewoon lukken. Oké, ja. Mijn raak is helemaal weg. Wat is waar dan? Ja, ik vang het niet. Ja, moet ik zo. Oké, hé. Ik heb gewoon kort haar, zie je dat? Ja, maar dat valt gewoon vanaf. Ik probeer dat zo. Dus een kale lofpiet. Ik ben gewoon kaal. Heden, ja. Heden, ja. Ik kijk jullie altijd jullie filmpjes. Lig ik in bed. Ik ben bijna gaan slapen. Kijk ik die filmpjes? Hi, kijk eens. Dat is leuk, hè? Een piep die jouw filmpjes kijkt. Snap ik nou niet. Vet, hè? Heb jij high five gegeven? Zo, we hebben net een film gezien met Bart Piet Pablo. Ja. En jullie zaten erin, hè? Hoe vonden jullie het om te zien? Leuk! Ja? Die is zelf zo groot in de bioscoop. En daar beneden moet je echt nooit bij die hul dichtbij daar staan. Omdat je hoort zo... Hoi! Dat hoor je bijna. Ja, dat is wel leuk, hè? En je hebt een mooie bos bloemen gekregen. Nou, vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Het is geen nieuwe beste tijd, maar we zien nooit meer een video. Doei! Doei! En we gaan het live hier nog heel even. Ja, we blijven nog even. Dus we gaan even met iedereen nakletsen.